Hoe is het om mantelzorger te zijn? Nou, ik kan leukere dingen bedenken. Ja. Dus ja, want je kan geen kant meer op. Met alles, thuiszorg, alles. Alles je bent constant bezig met... Nou, laat ik het zo illustreren. De thuiszorg kwam en ik zat op het toilet. Nou, dat geeft eigenlijk wel weer wat er dus gebeurt. Ja, dus... Mantelzorgers hebben het niet altijd gemakkelijk. En daarom gaan vrijwilligers van Voorschoten voor elkaar op de dag van NL Doet een aardigheidje langsbrengen. Ik ben wel bekend met het begrip mantelzorger. Zelf heb ik er niet mee te maken, maar ik heb toevallig gebeld naar mantelzorgers om te vragen hoe en wat en hoe het met ze gaat en of ze dingen nodig hebben vanuit Voorschoten voor elkaar. En dan merk je wel dat het heel hard nodig is en dat er heel veel gedaan wordt voor mensen, voor elkaar. Beetje een hart onder de riem, want ik denk dat daar wel heel veel gedaan wordt. En ik denk dat heel veel mensen dit uit liefde doen voor een ander. Maar het is soms ook best wel zwaar, merkte ik toen ik belde. Dacht ik, ja, het is natuurlijk niet iets wat je even voor een weekje doet. Je gaat zoiets vaak aan en dat duurt vaak maanden, jaren. En dat is ook best wel zwaar. Dus ik denk dat ze het wel verdienen. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Hè. Als je mantelzorger bent, dan heb je best wel een zware taak. Als je dat ook vrijwillig doet, dan is het gewoon wel echt heel fijn om af en toe ook gewoon even een blijk van waardering te krijgen. Iemand die even bij je langskomt en zegt, goh, joh, je doet het hartstikke goed. Fantastisch mooi werk dat je dat doet. Gewoon vrijwillig. Nou, dat verdient gewoon om één dat ik er gewoon langs ga en dat aan deze mensen geef. Ja. Voor de vrijwilligers is er koffie, thee en taart. En de kersverse burgemeester Nadine Stemerdink komt ook kennis maken. Nou, gisteren en vandaag is natuurlijk NL Doet. En dan laten we even zien hoe belangrijk het is dat vrijwilligers er elke dag zijn voor de samenleving. Of ze nu voor mensen zorgen, werken in het theater of bij Voorschoten voor elkaar, waar we hier nu zijn deze ochtend. Mooie dagen om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. En daarom ben ik hier eigenlijk. Verslaggeefster Maxime Groot gaat met vrijwilliger Henry op pad om geluksklavertjes uit te delen en even een kort praatje te houden met mantelzorgers in Voorschoten. Ik heb hem zelf gezegd van, ik neem hem gewoon mee naar huis. Hij is niet gelukkig daar. Ik moet zeggen, het ging goed. Weliswaar met hulp, met de thuiszorg en nog andere disciplines. De fysio die twee keer in de week komt, de huisarts die... elke maand komt kijken hoe het met hem gaat. En ik moet zeggen, het gaat goed. Ja, we zijn nu sinds een aantal jaren natuurlijk gepensioneerd. En hebben heel veel gereisd. En ja, dit is dan... wordt dan ons einddoel, zeg maar. Ik heb heel veel hobby's. Ik haak heel graag. Ik ben heel creatief. Ik doe heel veel dingen thuis. Puzzelen. Dus ik vermaak me wel. En kunnen wij u dan vandaag nog blij maken met de klavertjesfeer? Vindt u dit Ja, nee, dit gaat wel. Ja, ik zet me niet in de tuin, want dan zet ik weer onkruid te verwijderen daarna. Dus hij komt wel in een potje, maar niet in de tuin. Ja, nee, gewoon, het is mooi weer en pluk de dag. Het is niet anders, joh. Als er onverhoopt niemand open doet, gaat de envelop met de nieuwsbrief van Voorschoten voor elkaar in de brievenbus en het klavertje 4 op de deurmat.